Hallo Wouter Bos, hier Desiree Stokkel. Het is 2 februari 2014. We moeten het eerst eens hebben over de positie van lobbyisten. Kijk, de idioterie in Nederland is dat jij in jouw functie als directeur van het VU Medisch Centrum eigenlijk moet bewijzen wie je bent, wat je doet en wat je ook doet voor het belastinggeld dat jouw salaris vormt. In principe heb ik daar niets op tegen. De situatie is alleen wel zo in Nederland dat als jij in jouw functie een moordende arts in de doofpot stopt, jij als directeur VU ook voor de rechter moet verschijnen wegens medeplichtigheid en nalatigheid. Op zich, als je dat in één cel zet, is het oké, maar als je het zet in het lobbysysteem Nederland en vooral ook in de moordenaarspraktijken van de rechtspraak en de advocatenorde, is dat natuurlijk kolder. Waarom zou één soort directeur wel voor de rechter moeten verschijnen als foltering en moord in de doofpot plaats heeft en een ander soort directeur niet? Ik wil het met je hebben over die Hague Global Justice Institute. Dat is een van de instituten in Nederland die moedwillig is opgericht, voortkomend uit Klingendaal, de Hague Center for Strategic Studies. De Hague Global Justice Institute wordt momenteel geleid door dokter Abioden Williams. En hij bewijst dat hij de Nederlandse grondwet niet uitvoert. Nou, als je dit dus plaatst binnen het NSA-klimaat, dan kun je maar één ding concluderen en dat is dat hij nog altijd werkt voor Obama en niet voor het Nederlandse parlement. En dat hij nog altijd werkt voor Ban Ki-moon en niet voor Nederland of Europa. Die dokter Abioden Williams, die heeft op een conflict peace centrum gewerkt in Amerika en heeft heel veel gedaan voor de Verenigde Naties. Nou, leuk. Maar het feit is wel dat hij een directe link vormt met de lobby van het internationaal strafhof. Dat is echt een 1-op-1 relatie. Ze bellen en ze e-mailen, ze zullen wel bellen of ze lopen er even naartoe, is ook gezellig. Want dan kun je zo goed bepalen wie er nu lobbyist mag zijn, wie dus mensen mag folteren en vermoorden, wie boven de wet moet blijven, hier in Nederland, in Europa en binnen het internationaal strafhof. En dat is nu gaande. We zitten nu in een situatie dat alle lobbyisten in Nederland hun salaris krijgen van de belastingpot, de Nederlandse belastingbetaler. En niemand controleert wie ze zijn, wat ze doen, of ze de Nederlandse grondwet uitvoeren, hoe ze mensen folteren en vermoorden, of er tuchtrecht moet zijn, of er andere vormen van recht moet zijn om het volk tegen hen te beschermen. Dus enerzijds kan je zeggen van ja, er zijn twee cellen naast elkaar. De bestuurscel in Nederland die zich moet verantwoorden over belastinggeld en over mensenrechten. En dan heb je de lobbyistencel, die vrij is om mensen te doden. Nou, die twee cellen, die kunnen niet langer gescheiden blijven. Want we hebben 100% bedrijfsspionage en dat wordt geregeld door de Hague Security Delta. Dus het Vredespaleis Klingendaal, HCSS en de Hague Global Justice Institute. Dat wordt nu geregeld in München. Daar wordt nu geregeld wie welke vormen van bedrijfsspionage mag toepassen. En dan komen ze natuurlijk weer in Nederland met dat lulverhaal van ja, maar we kopiëren alles van cloud naar cloud en het is heus wel veilig en extra strenge wetten. Nee mensen, het zit hem in het feit dat wij niet controleren wie de lobbyisten zijn en dat we totaal geen kijk hebben op lobbyisten die betaald worden uit de belastingpot. Het volk verkeert nog veel te veel in de illusie dat een lobbyist iemand is die door het bedrijfsleven wordt betaald, werkt voor een bedrijf in de politiek. Maar het is tegenwoordig al andersom. Een lobbyist is gewoon een moedwillig gecreëerde persoon door folterende en moordende politici in Den Haag. Die dan ook nog eens een keer een bijna geheim salaris krijgt uit de belastingpot met bijna geheime taken. Ik wil het hier even bij laten. Ik ga de komende tijd meer zeggen over die lobbyisten, maar het is al te laat, Wouter. Het is echt al te laat. Vorig jaar is Al-Qaeda in maatpak gehezen door Nederland binnen de veiligheids- en energiesector tijdens de Munich Security Conference. Nu wordt het
100% bedrijfsspionage, klimaat, goed gepraat. Om degene die daar naartoe gaan aan een leuk leventje te helpen of te houden. Het is al te laat. Dag.